Vandaag gaan we ook bloemetjes haken. En jullie zien ze hier al wat aantal voorbeeldjes liggen. Wij hebben voor het pakket van peren en pasje kartonen garen. En dit kartonen garen heb ik op haaknaald nummer 4 gehaakt. En daar heb ik deze bloemetjes mee gemaakt. Je ziet dat je elke keer een kleurtje kan veranderen, waardoor het weer een totaal andere bloem wordt. Je ziet dat ik het kerntje met roze en aan de buitenkant met paars. Hier is het kerntje geel en dan met buitenkant roze. Je ziet dat deze twee kleuren exact hetzelfde zijn gebruikt, alleen precies andersom. Het is toch even een verschil dat je een beetje kan zien hoe het bloemetje eruit komt te zien met de verschillende kleurtjes. Wat ik nog niet gedaan heb is met het lammie garen gehaakt. Dat ga ik nu ook eventjes laten zien. En die ga ik met 4,5 haken. Omdat die gewoon een grotere, is een iets dikker garen. Je kan dus je kartonen garen gebruiken. Of het garen wat jij gebruikt hebt voor je hele tas. En zoek dan even een kleurtje wat jij er graag op wil maken. Hoeveel bloemetjes moet je haken? Het is maar net wat je heel erg mooi vindt op jouw tas. Nathalie heeft er 2 of 3 gebruikt om op de schouderband te maken. Maar wil je bijvoorbeeld een echte flower power tas maken, kan je hem helemaal vol maken, de zijkanten of achterkant met bloemetjes. Dus het is maar net hoe jij het mooi vindt. Ik heb in het midden overal het draadje wat langer gelaten, zodat je met dat draadje het aan je tas kan vasthaken. Dus als je zometeen je magische ring gemaakt hebt en je hebt hem gesloten, moet je dat middelste draadje van je magische ring, dus van de middelste cirkel, die bewaar je om hem straks vast te hechten aan je tas. We gaan dus bloemetjes maken. Ik ga alles klaarleggen en dan kom ik terug met haaknaald 4,5 en het witte en rode lammie garen. Dus tot zo! We gaan met wit beginnen. En we gaan een magische cirkel weer maken. Die hebben we al een aantal keren gehaakt, maar toch ga ik hem weer rustig voordoen. Ik begin met draad zo vast te houden. Dan draai ik hem 1 en 2 keer om mijn vinger heen. Hij ligt er nu dus 3 keer overheen. Het draadje waar je zo meteen mee gaat haken. En de 2 over je vinger heen. Dan gaan we onder de 2 draadjes door. Het derde draadje halen en er onderdoor heen halen. Is de helft van je magische cirkel, want we moeten nu nog het draadje halen en er doorheen halen. Nu is je magische cirkel al gesloten. Vind je het nou eng om hem eraf te halen dat je bang bent dat je magische ring niet goed gaat? Ga dan onder de 2 draadjes door, haal het draadje weer onderdoor en maak nu je eerste vaste. Omslag en door 2 draadjes is je eerste vaste. Nu kan je hem echt zonder zorgen van je vinger voorzichtig afhalen. Want kijk, je magische ring blijft gewoon bestaan omdat er al eentje in zit. We hadden 1 vaste al gemaakt. We gaan er in totaal 5 maken. Dus daar gaan we. 2. 3. 4. En 5. We maken het draadje wat langer. En we gaan hem omdraaien, want we gaan weer de magische ring sluiten. Ik leg mijn haaknaald even neer. Dan kan ik het weer rustig voordoen. Het begindraadje ligt aan de bovenkant. Hier zitten je 5 vaste. En met deze hand ga je de 5 vaste vasthouden. Dan ga je aan het begindraadje ga je heel zachtjes trekken om te kijken welke van de 2 draadjes naar binnen gaat. Ik ga dat even voordoen. Ik trek aan het draadje en ik zie dat dat buitenste draadje, wat nu het buitenste draadje is, die gaat naar binnen. Dat zien jullie nu ook. Je stopt en aan het begin waar je je vaste vasthoudt, ga je trekken met je andere hand aan het draadje wat naar binnen ging. En je ziet nu dat de magische ring vanzelf gesloten wordt. En je hebt nu al een magische cirkel gemaakt. Maar je bent nog niet klaar, want je hebt nog het tweede draadje over. Het begindraadje trek je aan en dan is je magische ring gesloten. Dan moeten we blaadjes gaan maken in elke steek, maar dat moeten we eerst nog even met een halve vaste de ring sluiten. Dus trek je witte draadje aan en we gaan in de eerste steek een halve vaste maken. Dan zien we hier aan de zijkant die V'tjes. Dus je kan ook even tellen 1, 2, 3, 4 en 5. Dus deze steek is mijn eerste steek. Daar ga je onderdoor. En je maakt een halve vaste, dan is deze ring gesloten. Halve vaste is door de steek van je haaknaald. Dan kan je op 2 manieren het nieuwe draad aanhechten. Of je zorgt dat deze draad afgeknipt wordt, en dat ga ik in dit geval bij het bloemetje wel doen, en dat ga ik zometeen laten zien waarom.
Je knipt het draadje af en je haalt hem er doorheen. En die ga je straks wegmazen. En dan aan de andere kant, aan deze kant, ga ik aanhechten met het rode draad. En ik ga zometeen laten zien waarom. We gaan dus een 2 steken terug. Daar ga ik het rode draad aanhechten. En daar gaan we dan zometeen het bloemetje mee maken. We gaan hem eerst aanhechten. Dat is onder de 2 draadjes door. Ben ik in frame? Ja. Even zorgen dat het draadje niet zo heel, dat is 5, 6 centimeter. Kan je hem straks wegmazen. Of zometeen meenemen met inhaken. Maar ik kan beter wegmazen bij dit bloemetje. Zometeen al meer dan genoeg opletten. Ik heb hem nu eventjes met een halve vaste vastgemaakt. Ik ga even het neerleggen. Dan kan ik even bij het bloemetje laten zien wat ik bedoel. Als je namelijk het draadje aanhecht, dat je dus nu een half draadje door deze heen gaat halen, krijg je toch nog dat extra draadje hier. En dat vind ik zelf, ja, het kan zijn dat jij dat mooi vindt. Ik vond het niet zo mooi. Als je deze ziet, heb je dat niet. Daar heb ik hem afgehecht en opnieuw het draad aangehecht. Dan heb je echt het kerntje met die 5 steken en daarop gewoon paars. Dan heb je niet dat het gaat verspringen. Ik kan het hier nog duidelijker laten zien. Daar heb ik hem niet weggetrokken. Hier heb ik hem nog helemaal naar achter getrokken bij deze, zodat je het niet zo heel duidelijk ziet. Hier zie je dat ik hem niet heb kunnen wegwerken, dat geel. En dan zie je echt die hele grote lus hier naar boven. Dat is omdat je dus gaat aanhechten met een nieuwe kleur. Ik vond dat persoonlijk niet zo heel erg mooi. Dus vandaar dat ik voor de optie heb gekozen om hem opnieuw aan te hechten. Daar gaan we. Voor het bloemetje gaan we als volgt te werken. We gaan 3 lossen omhoog. 1, 2 en 3. Dan gaan we een omslag en in deze steek gaan we onder diezelfde steek waar we dus het halve vast hebben vastgemaakt, gaan we insteken en een draadje halen. Heb je er 3 op je haaknaald. Doe je een omslag door 2 en dan laat je de rest op je haaknaald staan. Dat is een half stokje die je afgemaakt hebt. We gaan straks in 1 keer de stokjes afmaken, namelijk 4 tegelijk. Of ja, althans 3 plus je 3 lossen. Het wordt zometeen duidelijk. Omslag, in dezelfde steek waar je net aangehecht hebt, een draadje halen. Heb je er 4 op je haaknaald. Omslag, door 2. En daar laat je hem weer staan op je haaknaald. Heb je nu 3 op je haaknaald. Omslag, in dezelfde steek een draad halen, is 5 op je haaknaald. Omslag, door 2. Heb je je derde stokje nu voor de helft afgemaakt en dan moet je 4 steken op je haaknaald hebben staan. En nu maken we in 1 keer de 3 stokjes af door omslag en door alle 4 steken op je haaknaald je draadje te trekken. Dan maken we 3 lossen omhoog, 1, 2 en 3. En je gaat terug naar dezelfde steek en steekt in en maakt een halve vaste, maak je je steek vast. Heb je nu je eerste blaadje gemaakt van 5. Gaan we naar de volgende. Wat er niet in staat, wat ik wel doe, heb gedaan met mijn blaadjes, en dat mag je zelf even kiezen. Nathalie zegt 3 omhoog en we gaan het volgende blaadje maken. Wat ik even doe is in het volgende blaadje ook een halve vaste beginnen. Net zoals je hier hem aangehecht hebt met een halve vaste. En dan 3 lossen omhoog, 1, 2 en 3. En dan in het tweede blaadje gaan we ook insteken, draadje halen, omslag door 2. Heb je 2 draadjes op je haaknaald staan. Omslag, onder de steek een draad halen, in dezelfde steek die je nu ook hebt, de tweede steek. Omslag door 2, nog steeds 3 steken op je haaknaald, want de tweede omslag maak je niet af van je stokje. Omslag, in dezelfde steek een draadje halen, omslag door 2. Nu heb je 3 half afgemaakte stokjes en nu ga je ze afmaken door omslag in 1 keer door alle 4 steken heen. Plus 3 lossen, 1, 2 en 3. En die maak je weer vast met een halve vaste in de steek waar je je 3 stokjes hebt gemaakt. Dus halve vaste. Dan komen we bij de steek waar we dus onze draad hebben afgehecht van onze witte. Het makkelijkste is om straks even je draadjes weg te mazen. Dus zorg dat dat draadje eventjes aan de achterkant ligt. En we gaan naar de derde steek. Je hebt hier, zie je, 1, 2. Hier zie je de derde steek waar we in gaan steken. Daar gaan we weer een halve vaste maken, want we beginnen weer een nieuw blaadje in een nieuwe steek.
En dan maak je 3 lossen omhoog. 1, 2 en 3. Omslag. In die steek ga je een halve stokje maken door omslag door 2 en de 2 steken op je haaknaald te laten staan. Omslag. In de steek een draad halen. Omslag door 2. Omslag. In dezelfde steek nog steeds een draad halen. Omslag door 2 is 4 steken op je haaknaald. Omslag door alle 4 heen plus 3 lossen. 1, 2 en 3. En die maken we vast met een halve vaste in dezelfde steek waar we nu de 3 stokjes hebben gemaakt. Gaan we naar de volgende steek. En hier zie je een klein bubbeltje, maar als je zometeen je draadje weg gaat werken, kijk, is die mooi weggewerkt. In de vierde vaste van je magische ring gaan we nu een halve vaste maken. 3 lossen. 1, 2 en 3. Omslag. In de vierde vaste een draad halen en je omslag door 2. Omslag. In de vierde steek een draad halen. Omslag door 2. 3 op je haaknaald. Omslag. In de steek een draad halen. Omslag door 2. Is 4 steken op je haaknaald. Omslag door alle 4. Plus 3 lossen. 1, 2 en 3. En terug naar de vierde steek om een halve vaste te maken. Gaan we naar ons laatste bloemetje toe. Ik maak hem eerst weer in de vijfde steek vast met een halve vaste. 3 lossen. 1, 2 en 3. Omslag. In de vijfde steek een draad halen. Omslag door 2. Is je eerste halve stokje. Omslag. In de vijfde steek een draad halen. Omslag door 2. Is 3 op de haaknaald. Beetje draad pakken. Omslag. In de vijfde steek een draad halen voor de laatste stokje. Omslag door 2 is 4 op je haaknaald. Omslag door alle 4 draadjes heen. 3 lossen. 1, 2 en 3. En terug naar je vijfde steek voor een halve vaste. Die goed aantrekken. En deze gaan we afknippen. Ongeveer 5 centimeter, 6 centimeter, dat je hem goed kan wegwerken straks met je haaknaald. Haal hem door de halve vaste die je op je haaknaald had staan en trek hem aan. En straks kan je met dit draadje eventjes zorgen dat je dus de overgang maakt. Ik kan het ook nu met mijn haaknaald even laten zien. Ik maak dan even hier in die eerste steek, zorg ik dat dat draadje er doorheen getrokken wordt. Dan is die helemaal mooi gesloten als bloemetje. En kijk wat een mooi bloemetje je nu gekregen hebt. Een mooie witte kern met rode blaadjes. En als je het wil, draai het om, maak je een rode kern met witte blaadjes. En je kan zelf dus kijken hoeveel je er wil maken. In principe had Nathalie er 2 of 3. Maar je kan hem ook helemaal echt een flower power tas van maken met ik weet niet hoeveel bloemetjes. Dat is aan jezelf. Je zorgt dat je dat witte draadje hier mooi weer onder het wit gaat wegmazen. Die andere ook. En zorg dat deze rode ook. En zorg dat het middelste draadje, lange draadje, aan je haakwerk blijft zitten. Zodat je die straks kan gebruiken om het bloemetje op je tas te naaien. Dit was het bloemetje. Het is niet alleen leuk voor de Volkswagen tas. Je kan er ook een sleutelhangertje van maken. Je kan er op kledingstukken kan je dit bloemetje gebruiken. Het is zo'n ontzettend leuk patroontje. Zo simpel om te maken. Heel veel plezier ermee. Bedankt voor het kijken. En nog maar 1 weekje, dan zijn we klaar met de tas. Dus ik ben heel benieuwd naar de foto's van deze week. En hoeveel bloemen jullie gaan maken. Ik heb er nu in totaal even kijken. Ik denk dat ik ze allemaal ga gebruiken. En misschien nog wel meer. Ik heb er in totaal 4, 5, 6, 7 gemaakt. En misschien dat ik er nog bij ga maken. Ik weet het nog niet. Ik weet ook niet of ik de kleurtjes ga gebruiken. Of dat ik de wit-rode ga gebruiken. Als mijn tas in elkaar zit, dan ga ik pas kijken wat vind ik nou eigenlijk mooi. Volgende week kom ik terug. Dus bedankt voor het meehaken. En tot volgende week. Dag!